Onze Mientje Wever wordt dit jaar 80. En na bijna 30 jaar lokale radio en tv neemt ze op vrijdagochtend 23 februari afscheid in het ochtendprogramma Goedemorgen Lam van Kuik van 9 tot 12. Nou, punt 1 had ik al heel slecht geslapen en punt 2 dacht ik van, o jee, wat gaat het allemaal worden vandaag? Het is een rare dag. Het afscheid na 28 jaar, ik had echt wel die kriebels en heb ik nog. Maar goed, we gaan er tegenaan en we gaan kijken wat de morgen brengt. Het leuke is van dat mijn man ook een keer even komt kijken straks met de kinders. En ja, we hebben wat gasten. En Wilma Lems, dat is jammer, die via de bibliotheek BiblioPlus, die we al jaren in de studio hebben gehad, die ligt met griep in bed. Maar ja, het is de griepperiode. En we hebben Pierre Hermans nog, dadelijk, van de wielerronde. En we hebben nog Willy Hendricks, omdat we er al het contactpunt met de gemeente mee hebben gehad. In jouw hoofd zit het gewoon goed. En jij weet heel veel dingen, je doet heel veel dingen. Ik zag in jouw interviewtje wat je gaf, dat je ook nog refereerde naar Ramon Hakvoort. Daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. En ze hebben me een liedje gevraagd en dat gaat over Engel Bewaarder. En dan denk ik dat Ramon van boven jouw Engel Bewaarder is. Nu ben jij dat onderwerp, gemist met een traan. Jouw stoel, nu leeg, die blijft staan. Gisteren liep ik door die grijze ochtend, waar druppels aan bomen, gelijk tranen van verdriet. En de wind huilde, en ik huilde mee. Maar plots was er die regenboog, haar kleuren verbinden. Ik hoorde jouw lach, warm als een zonnestraal. Kort, maar kostbaar. Nou, het specialiteit van Mientje was het luisteren. Het gesprek aangaan. Dus niet vanaf een lijstje gewoon de vragen stellen. Maar gewoon geïnteresseerd ook naar de mensen. En dan een mooi verhaal ervan kunnen maken. Ja, het specialisme van Mientje is dat ze kan interviewen. En het maakt niet uit wie of wat. Mientje doet het. Mientje bereidt zich voor. Maakt een interview met een basisschoolleerling. Of met iemand uit de landelijke politiek. Dat maakt haar niet uit. Er is eigenlijk maar nauwelijks een goed woord voor te vinden. Een heel goed, een heel warm, een heel betrokken en een heel kundige radiomaker. Ja, leuk dat jullie er zijn. Ja, wij zijn aangeschoven met kinderen, kleinkinderen. Zelfs de hond is mee. Och! Ja, Donut is hier, dus... Mam is... Ja, mam op 80 maandag. Maar dat geef je ze niet. Niet in hoe dat ze eruit ziet, maar ook niet in hoe dat ze denkt en wat ze doet. Ja, oma kon het beste voorlezen van iedereen. En ik weet wel, vroeger als ik bij oma ging slapen, dan ging ze even een verhaaltje voorlezen. En het was alsof het boek echt tot leven kwam als oma het voorleesde. En we hadden het er net over, misschien is het iets, zei Marielle al, om opvolger van oma te worden. Maar dat gaat het niet worden, luisteraars, want jij hebt een hele andere carrière, hè? Jij danst. Ja, zeker. Ik ga dit jaar naar de Nederlandse kampioenschappen. Ja, en iets dichterbij. Ja. Had ze ook eigen verhaaltjes? Ja, ik weet niet meer hoe het boek heet, volgens mij Het hondje met de blauwe staart. En dat boek lees ik soms nog. En is me vooral stiekem mijn favoriete boek. En naast me zitten in ieder geval wat collega's waar ik ook mee gewerkt heb. En dan begin ik even met Sjaak, want Sjaak, het was niet zo lang, maar het was wel gezellig. Het was heel erg leuk. Het was heel erg leuk, Mientje. Ik heb veel van jou geleerd. En wie jij zei al van, kun je het niet blijven doen, maar ik zei ja, afscheid is afscheid. Ik heb met Mientje niet echt lang samengewerkt, maar ik heb een bos rozen gekocht en ik heb haar 8 rozen gegeven. En die 8 die staan niet alleen voor de verjaardag voor komende maandag, want dan is ze 80, maar die staan eigenlijk voor 28 jaar omroep. Dat is 1 en 18 maanden dat wij samengewerkt hebben. Nog niet erg lang. Maar ik heb haar altijd als gezien als een professionele vrouw. Jij Bussers. Ja, we hebben het al heel wat jaren gedaan, hè? 15 jaar, denk ik. Ja, dus... En inderdaad, we hebben eigenlijk van alles gedaan. Want we hebben inderdaad wel eens met tot de enkels in de modder gestaan. En met paraplu's erboven. En maar het was altijd wel heel leuk. Ja. Ik ben toen met dit cameraatje zijn we de eerste keer samen weg geweest. Het was maar zo'n heel klein vording. Het was wel digitaal en de rest liep met grote banden. En dan zijn ze bij de blos, ja, we moeten geen met de kloding.
Ik zeg, dat kloot ding, dat brengt beter beeld als die grote dingen van jullie. Kijk, die duim omhoog en dan mocht ik inspreken. Maar ik heb een goede vervanger gevonden. Nou. Lucie. Ja. Lucie Kusters. Ja. Ik ben heel veel mee geweest dat ze dus samen een reportage maakte. En daar stond ik erbij. En dan zag ik wat ze deed en hoe ze bewoog. En geen iedere keer. Heel veel mensen roepen van dit, dat. En daar heb ik echt van Mientje geleerd. Dat moet ik niet doen, want dat klinkt niet. Het is een hele fijne, warme vrouw die altijd een goed woordje heeft voor iedereen. Dus ja, het is gewoon een begrip in omroep Land van Kuik. En in het hele Land van Kuik natuurlijk. Mientje, de stem van de radio. Ja, zij wint alles op haar sympathie. Gewoon vind ik ook net als Toon Hermans over de gewoonste dingen waar de meeste mensen aan voorbij gaan. Daar kan zij iets moois van maken. En dan ook nog in het dialect. Nou weet je, het dialect voor een streekomroep is heel belangrijk om in stand te houden. Het is niet alleen dat je het moet laten horen, dus dat je het moet verkondigen, maar dat je het ook overdraagt. Van dialect zit heel veel historie, geschiedenis en de identiteit van de regio. Dat vind ik het mooie van een streekomroep. Dat moet ook zo kunnen. En mensen die daar moeite mee hebben, ja, die zullen dan iets anders luisteren. Want ja, je hoort het wel aan min, ik praat nou ook gewoon dialect. En ja, Mientje is daar een heel belangrijke persoon in. Die heeft daar, ja, met al haar prijzen heeft ze veel aan bijgedragen. Dus is ze goed gewaardeerd. Ja, helaas. Ik vind het echt super jammer dat er een eind aan komt aan haar radio. En natuurlijk ook tv-carrière. Want ja, we gaan haar gewoon missen. Dat staat buiten kijf. Voordat we naar de Engelbewaarder gaan, speciaal voor jou het gedicht. De toffel van een smoeken. Voor de laatste keer loop ik door het ouderlijk huis. Daar stond de toffel, ooit het trefpunt bij ons thuis. Het zware houten blad draagt sporen van joren. Schroeiplekskes en een kring van een fles jonge kloren. Toch is het voor die toffel dat ik zie gekomen. Lang geleden had mijn broerke onbezonnen de letters van zijn naam. En in een diepe kras, gekerfd in de toffel die van ons moeken was. Zonder eten is hij die een avond naar bed gegaan. Maar de letters zien er altijd blijven staan. Een maand later is het keiltje verongelukt. Ik weet nog dat ik sneeuwklokjes heb geplukt. Voor ons moeken een teken van leven naar de herfst. De eerste bloemkes voor een broerke dat sterft. Ik lijze op de letters, op je diep kras. Gekerfd in de toffel die van ons moeken was. Die een dag had ons moeken haar een stoel verplaatst. Ze ging voor het zitten waar Jos zijn naam had gekrast. Soms raakte haar aan de letters, zo kreeg ze troost. Een wier te leven, te zorgen voor haar kroost. Nou is ook ons moeken voor goede prijs gegaan. Alles is geruimd, maar de toffel die bleef staan. De herinnering aan Jos, aan die een diepe kras. Gekerfd in de toffel. De toffel die van ons moeken was. Mijn naam is Peter Linders, programmamaker bij Omroep Land van Kuik. Ook ik kreeg het bericht dat Mientje afscheid neemt van haar omroepcarrière. Dat kan toch niet, was mijn eerste reactie. En toch gaat het plaatsvinden. Na 27 jaar achter de microfoon heeft de meest geprezen programmamaker van Omroep Land van Kuik besloten op 80-jarige leeftijd te stoppen. Met heel veel plezier heb ik mogen samenwerken met Mientje en Ramon, later Mientje met Mariella. Iedere week een praatje pot in een radioprogramma Goedemorgen Land van Kuik over graven, de toeristen aldaar en een heleboel andere kwats. Wat kan je Mientje nu toedichten als de koningin van de streektaal van een streekgedicht afscheid neemt? Een gedicht! Een gedicht Marco B. Wat je ook doet, waar je ook gaat, wanneer je me nodig hebt, fluister gewoon mijn naam en ik kom eraan. Afscheid nemen bestaat niet. Afscheid nemen bestaat.